Het rangeren van treinen is voor velen altijd een fascinerend kijkspel. Dat geldt ook voor de treinen van de miniatuurstad Madurodam. Er rijden door het stadje 8 treinen en zij vormen een van de grote attracties voor de bezoekers. Vorig jaar bezochten ruim 1 miljoen mensen Madurodam. Wat zij niet te zien krijgen is de activiteit achter de schermen van het stadje. Zo worden in een speciale werkplaats alle treinen door personeel van Madurodam zelf gemaakt in samenwerking met de Nederlandse spoorwegen. Ook alle reparaties worden hier uitgevoerd. Foto's en tekeningen vormen de basis waarop al de gebouwen tot in de kleinste details natuurgetrouw worden nagebouwd op een schaal van 1 op 25. De Westerkerk van Amsterdam is daar een voorbeeld van. In de geluidskamer draait permanent een groot aantal banden met toepasselijke geluiden en muziek. De figuratie van het stadje wordt in eigen atelier aangekleed. Deze non op een fiets is een van de 25.000 figuurtjes die als permanente bewoners in Madurodam verblijven. Het is voor de bezoekers altijd weer verrassend om bekende bouwwerken in totaal andere proporties terug te zien. Het monument op de Dam wordt na een schoonmaakbeurt weer op zijn plaats teruggezet. Ook de damzitters worden hier regelmatig schoongemaakt. Madurodam Schiphol heeft al de Franse Concorde in haar luchtvloot. Wil de heer op de autootjes afblijven en op de voetpaden terugkeren? Ik dank u. Het toezicht over alles wat rijdt in het stadje geschiet vanuit het seinhuis, waar de controleur de treinenloop exact kan volgen en in geval van storingen direct kan ingrijpen. Ook als de verlichting aangaat, zoals hier in het vrij nagebouwde stadhuis van Gouda, zorgt men er achter de schermen voor dat alles in het stadje blijft draaien. Want Madurodam is ook 's avonds open en ook dan alleszins een bezoek waard.